Nog een keertje? Ik heb de eerste twee maanden heb ik niet kunnen praten. Dan was eigenlijk een heel onduidelijk gefluister. Ja, ik kan een beetje mijn pols bewegen. Deze hand een beetje bewegen. En verder eigenlijk niet. Thijs heeft een complete dwarslesie en zit intern bij de Hoogstraat. Samen met vrienden ging hij mei vorig jaar zwemmen bij het meer. En bij het duiken ging het mis. Ik heb anderhalf minuut onder water gelegen. Toen dacht ze van ja, kut, ik kan niks doen. En ik probeerde zeg maar met mijn hoofd zo te zeinen dat het niet goed was. Maar hun hebben natuurlijk niet door. Dus ik denk misschien, het is een grapje of dat soort dingen. En toen uiteindelijk zijn ze wel gaan denken, ik denk dat er toch iets mis is. Toen is het hem uit water gehaald. Toen is 112 gebeld. Hij heeft zijn nek gebroken en wordt geopereerd. Maar de dwarslesie is een feit. Als je dan net wakker wordt uit coma, dan heb je eigenlijk nergens zin in. En, je voelt je gewoon echt heel klote. Dat je gewoon je nek gebroken hebt en je eigenlijk niks meer kan bewegen. Maar uiteindelijk leer je het wel accepteren, want ja, je moet er veel mee verder. Hé hey Siri, stuur een WhatsApp bericht naar me. Voor Thijs is het vooral belangrijk dat hij weer een beetje de regie krijgt over zijn leven. Dat doe je aan de ene kant door hulpmiddelen in te zetten, zoals een rolstoel, elektrische rolstoel of anderszins. En aan de andere kant ook door spieren die er nog wel zijn, weer extra ook in bewegingen in te zetten die je anders veel makkelijker zou maken. Hè? Dus, net zoals? Bij een hoge, hè, dan heb je wel bijvoorbeeld je schouders, dus dan gebruik je je schouders om jezelf naar voren te werken en dan met je armen weer naar boven, terwijl je dat anders met je romspieren zou doen. Dus het is niet dat je dan niet meer bewegingen kan, maar je moet ze op een andere manier aanleren. En daar werkt Thijs hard aan. Het volgende doel voor hem is een handbewogen rolstoel. Want nu rijd ik wel gewoon met mijn vader naar vrienden toe. Maar dan moet mijn vader steeds ophalen en die moet me weer heen brengen. Want met zo'n stoel, op een stoeprand of een oprit die hoog ligt, dat is niet altijd even makkelijk en dan moet mijn vader erbij zijn. Maar uiteindelijk moet ik daar mijn eigen weg weer in vinden. Niet alleen wil hij weer naar zijn vrienden toe, hij denkt ook alweer een klein beetje na over zijn toekomst. Het is wel moeilijk om daar een beeld voor te schetsen. Maar ik zat nog op de HAVO. Uiteindelijk wil ik die wel afmaken en gewoon proberen een beroep te vinden wat bij me past. Want dan heb je in ieder geval een diploma op zak. Ja, verder, qua werk, ik heb echt geen idee.